Schiedam is op mijlenafstand herkenbaar aan de 7 windreuzen die de grenzen van het oude centrum markeren. Die hoogste molens van Europa hebben alles te maken met de jeneverindustrie die de stad wereldfaam bezorgde. De meeste stadsmolens van Schiedam waren branders of moutmolens en maalden voor de jeneverindustrie. Zij werden dicht bij de branderijen en mouterijen gebouwd, zonder dat zij elkaar de wind uit de zeilen namen. In de 18e eeuw werd het dringen op de oude stadsvesten. Tientallen molens omringden het centrum. Uiteindelijk verdwenen er in de loop der eeuwen ook veel. Schiedam kent echter nog altijd 7 stadsmolens die zorgen voor een imposante skyline. Monumenten die meer zijn dan museumstukken of een toeristische attractie. De Schiedamse molens maken de stad dynamisch. Alle molens hebben namelijk een functie en staan symbool voor de eigentijdse begrippen duurzaamheid, ambacht en kwaliteit. De molens brengen leven in de stad en zijn en blijven de trots van de Schiedammers. Het waren enerverende tijden aan het begin van de 18e eeuw. Branders en distillateurs breidden hun bedrijfsruimte uit. Met meer branders en distilleerketels in de stad waren er echter ook meer molens nodig. Het stadsbestuur erkende de noodzaak van nieuwe stenen windmolens en gaf toestemming voor de bouw ervan. Allereerst verrees in 1715 Molen de Kameel aan de Noordvest. Een molen aan de Schie met een ingang voor schuiten in de romp. Dankzij de doorgang via het water konden de zakken graan en de gemalen producten voor de branderijen per boot worden gehaald en gebracht. Het water was toen de belangrijkste verkeersader. Tegenwoordig heeft de Schie een meer recreatieve rol. De Kameel, die in 1868 aan zijn eind kwam, maar inmiddels opnieuw uit het water is verrezen, speelt in op de hedendaagse functie van de Schiedamse grachten. In de molen komen onder meer faciliteiten voor watersporters die in de Schiedamse binnenstad overnachten. De branderijen gingen met het laatste kwart van de 18e eeuw een tweede groeiperiode in. Het kon niet uitblijven dat met die uitbreiding ook de molens in aantal toenamen. Er was bij zoveel branders behoefte aan maalcapaciteit dat de vroedschap bij de bouw van de palmboom in 1781 tot loting moest overgaan om te bepalen wie de aandeelhouders zouden mogen worden van deze nieuwe molen. Helaas braken er na de tweede groeiperiode van de molens aan het einde van de 18e eeuw ook minder florissante tijden aan. In de 20e eeuw waren er slechts 5 molens overgebleven om de historie voor het nageslacht van de honderden branders en tientallen molenaars vast te houden. Eén daarvan was de tot de tweede zolder afgebroken molen De Palmboom. Na een indrukwekkende restauratie kwam de molen als museummolen De Nieuwe Palmboom in 1993 terug in het stadsgezicht. Sindsdien hebben talloze mensen uit binnen- en buitenland in deze malende museummolen kennis gemaakt met de Schiedamse molengeschiedenis. Op 1 april 2010 is ook een replica van Molen de Palmboom in Madurodam geplaatst. Molen de Noord, die waarschijnlijk al in 1400 als houten bakkersmolen bekend was, is in 1707 vervangen door een stenen molen die maalde voor de branders. De molen, die in 1803 opnieuw werd vervangen door een nieuw exemplaar, werd in 1937 echter ontluisterd tot peperbus. De onttakeling van de Noord was het dieptepunt in de geschiedenis van de Schiedamse stadsmolens. Nadat de molen in de oorlogsjaren dienst deed als uitkijkpost van de Duitsers, kocht de gemeente de romp met als doel deze weer te herstellen. Het zou nog tot 1973 duren voordat er weer een zakje graan op de wind werd gemalen. Vanaf dat jaar kreeg de molen een tweede functie, namelijk die van horeca. Je kunt voor een heerlijke lunch of diner terecht in deze restaurantmolen. En wanneer de molen met een aardegangetje draait, hoor je de glazen achter de bar rinkelen. Molen De Vrijheid kreeg als eerste molen een gegoten ijzeren bovenas. Die as doet nog altijd dienst en is daarmee de oudste in zijn soort in Nederland.
De Vrijheid, gebouwd in 1785, is sowieso de meest gaaf bewaard gebleven brandersmolen. De zolders laten de authentieke indeling zien waar mout, rogge en later ook mais werd gemalen. Het gemalen mout vormt samen met de rogge, en later dus ook mais, het grondproduct waaruit de beroemde Schiedamse moutwijn werd en wordt bereid. Vandaar dat brandermolens ook wel moutmolens worden genoemd. Maar niet alleen werden er andere grondstoffen dan in bakkersmolens gemalen, ook staken de brandersmolens als onderneming anders in elkaar. De brandersmolens bestonden namelijk uit molenporties, die evenals aandelen in een naamloze vennootschap vrij verhandelbaar waren. Branders hadden evenredig aan hun aantal stookketels aandelen in de maalcapaciteit van de molen. De teloorgang in de jeneverindustrie, maar zeker ook de komst van de stoommachines, maakte dat de Schiedamse brandersmolens buiten gebruik raakten en deels werden gesloopt. Een oplettende wandelaar kan de plekken van de legendarische verdwenen molens soms nog herkennen in de historische binnenstad van Schiedam. Zo zijn tussen molen De Vrijheid en de Drie Korenbloemen in de overblijfselen te zien van een van de eerste moutmolens van de stad. Gelukkig bleven er ook mooie exemplaren bespaard en telt de stad vandaag de dag maar liefst 7 prachtige windreuzen. Eén daarvan is molen De Drie Korenbloemen uit het goede bouwjaar 1770. Hoewel deze molen al snel zijn brandersfunctie verloor en in 1814 bakkersmolen werd, is het een markering in de tijd. Een brandersmolen aan de rand van het centrum die nog altijd niet misstaat en zeker bij hoogtijdagen met vlaggen aan het wiekenkruis een lust voor het oog is. De rijke Schiedamse molengeschiedenis brengt ook met zich mee dat de stad een goede naam heeft als het gaat om molenbouwers. De traditie en expertise van de Schiedamse molenbouwers maakt dat zij tot ver buiten de stads- en landsgrenzen worden gevraagd bij de bouw en restauratie van molens. Het is al gezegd. Molens zijn onlosmakelijk verbonden met de Schiedamse binnenstad. Voor de inwoners betekent dat meer dan alleen een vertrouwd beeld. Als het erop aankomt, vechten de Schiedammers voor hun molens. Zoveel werd wel duidelijk toen de in 1794 gebouwde molen De Walvis in 1996 ten prooi viel aan vlammen. De brand vernietigde het interieur van de kap tot de eerste zolder. Na de brand kwamen er spontaan allerlei acties voor de herbouw van De Walvis op gang. De trots en inzet van de Schiedammers zorgde ervoor dat de molen in 1999 weer kon draaien. En hoe? Want de producten die de molenstenen malen vinden gretig aftrek in de molenwinkel onderin de molen. De eerlijke, pure producten worden in veel Schiedamse keukens gebruikt. Maar ook liefhebbers van ver buiten de stad komen graag in de molen hun inkopen doen. De Schiedamse molens weten zich al eeuwenlang staande te houden met wind als drijvende kracht en een ambacht dat van vader op zoon is doorgegeven. Molens hebben hun stempel gedrukt op de geschiedenis, maar ook op het uiterlijk van Schiedam. Zo ook molen De Nolet. Deze molen, die het eeuwenoude familiebedrijf Nolet Distillery bouwde en in 2006 in gebruik nam, is een eigentijdse molen met het uiterlijk van een authentieke brandersmolen. Zo passen de aerodynamische wieken in het vertrouwde stadsbeeld, terwijl deze in staat zijn energie op te wekken. De molen, die te boek staat als de grootste ter wereld, is bijzonder in zijn maatvoering en laat een unieke combinatie van ambachtelijk werk en geavanceerde techniek zien. Een molen als ode aan het Schiedamse brandersverleden, maar vooral ook een toekomstgerichte molen. Duidelijk zichtbaar vanaf de Nieuwe Waterweg geven de brandersmolens Schiedam vorm. Zowel de bouw van molen De Nolet als de herbouw van molen De Kameel laten zien dat molens ook anno 2011 veel betekenen voor de stad. De Schiedamse toekomst ligt verankerd in het verleden. De gemeente koestert daarom haar molens. Niet alleen in het molenjaar 2011, waarin de gemeente veel activiteiten zal ontplooien rondom haar bijzondere windreuzen.
Ook in de toekomst blijven de molens respect voor het verleden afdwingen en zal de gemeente zeer betrokken zijn als het gaat om het bestaansrecht van de molens. Zal Schiedam zijn naam als molenstad eer aan blijven doen. De molens, ieder hun eigen Schiedamse verhaal, laten doorvertellen.